In deze video berekenen we de rangorde correlatiecoëfficiënt. Dat is naast een mooi scrabblewoord ook een goede manier om de samenhang tussen twee variabelen te onderzoeken als die variabelen zich niet goed lenen om echt getallen aan toe te kennen anders dan een volgorde. In ons voorbeeldje kijken we naar verslagen die gemaakt zijn in teams en dan kijken we naar het verband tussen de samenwerking tussen het team en de kwaliteit van het verslag. En de docent heeft eigenlijk alleen maar beoordeeld door de groepjes op volgorde te zetten. Dus 5, dat is het groepje dat het beste is met samenwerken. En 1 het slechtste. En hier zie je dan de volgorde van de kwaliteit van het verslag. Het voordeel van de rangorde correlatiecoëfficiënt is dat hij zich heel snel laat uitrekenen. En wel met deze formule. Maar we gaan eerst het toch op de oude manier doen. Want het is gewoon een correlatiecoëfficiënt. Dus de tabel staat eigenlijk al klaar. Dat heeft 2 voordelen. Dan hebben we meteen weer even wat oefening met het berekenen van de correlatiecoëfficiënt. Maar je gaat ook dan iets beter begrijpen waar deze formule vandaan komt. Voordat je hem gewoon klakkeloos gaat invullen. Daar gaan we gaan dingen doen die we ook in een eerdere video gedaan hebben. Maar dan dus in het voorbeeld van alleen een rangorde. Nou, de eerste stap is dat we gemiddelde van A en B gaan berekenen. Daarvoor berekenen we eerst de som. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 is 15. En het gemiddelde gedeeld door 5 is dan 3. En hier hebben we een andere volgorde, maar wel dezelfde getallen. Dus we hoeven niks nieuws te doen. Het is gewoon natuurlijk dan weer 15 en gemiddelde 3. En ik wil meteen de algemene opmerking maken dat als je een rangorde van 1 tot n hebt, kan je dus ook heel snel het gemiddelde uitrekenen. Want het gemiddelde wordt dan gegeven door de formule de kleinste, namelijk 1, plus de grootste, n, gedeeld door 2. Kijk maar in dit voorbeeld, n is 5, 1 plus 5 is 6, gedeeld door 2 is 3. Zo werkt met rangordes. Gemiddeldes worden gewoon gegeven door een formule met alleen n erin. En dus voor b is dat hetzelfde, ook al is de volgorde een getal hier anders. Oké, dat is stap 1. Dan gaan we kijken naar de afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde. Nou, dan krijg ik 1 min 3 is min 2, 2 min 3 is min 1, enzovoort. Je krijgt de getallen min 2 tot met 2. Een mooie spreiding zo. En het grappige is, bij die tweede, b min b streep, krijg je natuurlijk dezezelfde getallen weer. We gaan min 3 doen, dan krijg ik 0, min 2, 1, min 1 en 2. Zelfde getallen, alleen een andere volgorde. Nou, als we dan de kwadraten gaan opschrijven, heb je natuurlijk datzelfde fenomeen. 4, 1, 0, 1, 4. En daar 0, 4, 1, 1, 4. We kunnen dan dus de variantie gaan uitrekenen door het gemiddelde hiervan te bepalen. De som is 10. En hier dan natuurlijk ook. En gedeeld door 5 krijgen we een gemiddelde van 2. Omdat dit altijd zo overzichtelijk is, je krijgt altijd zo'n som van kwadraten. Eventueel krijg je halve als je gemiddelde een half in zich heeft. Maar is er dus een algemene formule voor. Die variantie van A, ik leid het niet af hier, maar je krijgt het van mijn cadeau. Die is altijd 1 twaalfde van n kwadraat min 1. Even dit voorbeeldje nagaan. Hier is n 5 nog altijd, dus dan zouden we krijgen 25 min 1 is 24. 1 twaalfde van is 2. En dat is al wat je daar ook hebt. En op dezelfde manier is de variantie van B dus net zo goed. 1 twaalfde n kwadraat min 1. Nou, we gaan lekker door. Voor het berekenen van de covariantie moeten we kijken naar die producten van de afwijkingen. Dat is hier 0, daar 2, 0, min 1, 4. Dat optel krijg ik 5. En de covariantie, kon ik makkelijker, is dus gewoon 1. En als ik die covariantie heb, dan kan ik daarmee natuurlijk de correlatiecoëfficiënt uitrekenen. Dat is R van A, B. Is de covariantie van A en B gedeeld door de standaardafwijking van A keer de standaardafwijking van B. Covariantie was 1, de variantie was 2 en de standaardafwijking is dan de wortel daarvan, wortel 2, wortel 2. En we vinden dus een half
als correlatiecoëfficiënt. Nou, dat was eigenlijk langs de lange weg. Maar nu willen we deze formule gebruiken. Je ziet al hier die 1 twaalfde, die heeft uiteindelijk met die 6 te maken. Die term n kwadraat min 1, dat is die n kwadraat min 1 hier. Dus dan zie je een beetje waar deze formule vandaan komt. Nu wil ik nog laten zien dat het inderdaad sneller is. Nou, vergeet dit dus. Dat heb je dan niet gedaan. Je begint meteen hier. En wat je daarvoor doet, is a1 min b1, a min b in het algemeen uitrekenen. Dus 1 min 3, dat is min 2. 2 min 1 is 1, 3 min 4 is min 1. 4 min 2 is 2 en dan heb ik hier nog 0. Dat kwadrateren we allemaal. Dan krijg ik 4, 1, 1, 4, 0. De som daarvan hebben we nodig. Kijk, hier sommeren we al die verschillen. Dat is 10. En ja, die gegevens ga ik dan vervolgens hier invullen. Dus ik krijg 1 min 6 gedeeld door n was 5. N kwadraat min 1 is 25 min 1 is 24. En die enorme som hier is 10. Dus ik krijg 1 min... Ja, dan moet ik dit eventjes een beetje vereenvoudigen natuurlijk. Ik doe het maar eventjes in stapjes. Die 5 en die 10 die geven me samen een 2 in de teller. En die 6 en 24 geven samen een 4 in de noemer. Dus dan krijg je 1 min een half is een half. En dat is inderdaad precies dezelfde correlatiecoëfficiënt als dat we daar vonden. Dus je ziet, met deze formule is het minder werk om de correlatiecoëfficiënt uit te rekenen. Maar ja, goed, het werkt dus alleen bij data, bij variabelen die door een rangorde gegeven worden. Wat ze soms ook wel doen, en dat is laatst wat ik er nog over zeg, soms dan hebben ze wel andere getallen, maar dan kijken ze gewoon wat is de volgorde van die getallen in grootte. Dus dan gaan ze eigenlijk van de normale getallen naar een rangorde, berekenen ze met deze formule de rangorde correlatiecoëfficiënt. En wat blijkt, dat over het algemeen die rangorde correlatiecoëfficiënt dan aardig in de buurt ligt van de correlatiecoëfficiënt die je zou hebben met de originele getallen. Dus ook dan is dat een manier om je werk te besparen. Alhoewel we nu natuurlijk rekenmachines, computers, spreadsheets hebben om het werk voor ons te doen. Maar ja, goed. Op deze manier kan het dus sneller.